Sinds een paar jaar kunnen niet alleen artsen in de steriele setting van de sectiezalen dode lichamen bekijken. De Vlaamse Eddie Mareko, tourmanager van de Real Human Bodies Exhibition, maakt het mogelijk dat nu ook in Nijmegen iedere geïnteresseerde kan kijken naar een fascinerende tentoonstelling over het menselijk lichaam. Wij zijn hier met een paar mensen van de studie naartoe gekomen van operatieassistent en anesthesiemedewerker. En gewoon puur voor studiedoeleinden en te kijken of dat het allemaal duidelijker wordt met het zien van deze dingen. Ik vind het wel heel interessant. Ik ben zelf lotusslachtoffer, dus ik ben ook wel een beetje geïnteresseerd in het menselijk lichaam. Ik ben al een keer in Amsterdam geweest toen ze daar waren. Dus ik wou toch aan mijn dochter laten zien hoe het dan gedeelte hier, wat hier tentoongesteld, ook een keer, toch een keer gaan kijken samen. Nou, eigenlijk wat je hier ziet, dat krijgen wij ook gewoon in de theorie. En dan uit het boek leren en van plaatjes af leren. En hier zie je dan toch echt gewoon wel hoe het in het echte lichaam ook zo zit. Ja, nou, het zijn heel veel dingetjes die wel opkomen. Dat ik denk, oké, die stonden in Amsterdam ook. Er zijn wel een paar nieuwe dingetjes die ik me niet kan herinneren in ieder geval. Dus ik vind het zeker wel interessant om toch weer een keer even gezien te hebben. Ik heb wat foto's gemaakt, zodat ik toch om alles te lezen. Dat duurt me net iets te lang, maar dat doe ik om als ik thuis ben een keer toch rustig een keer doorlezen. Alleen maar hadden verwacht dat het allemaal wat ruimer was opgezet en niet alles in zo'n klein hok was geduwd, laat me zeggen.